Hey, Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 6 alweer. En in deze video gaan we het hebben over verplaatsen en selecteren. Ja, allebei bij elkaar, want je moet wel Blender eerst vertellen wat je moet verplaatsen, dus moet je het eerst selecteren. Dus gaan we het eerst even over selecteren hebben en daarna over iets heel belangrijks, namelijk jouw 3D objecten krijgen op de plek waar ze horen te zijn. Tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En bij deze video hoort ook een doelopdracht. Zet de astronaut op de komeet, want hij is zijn komeet kwijt. Oh nee, wat erg. Maar voordat je dat kan doen, moet je eerst meer weten over selecteren. Het is ook zoiets als een actief object en je kan op twee manieren de boel verplaatsen. En je moet het vanaf drie kanten bekijken voordat je weet dat hij echt op de goede plek staat. Ga gauw naar Blender. Dit blendbestand kun je downloaden van mijn website. Ik bekijk het in... Uh, rendered view. En wat, dan, uh, wat je dan ziet is dat uh, het vuur schijnt op het witte pak van de astronaut Vette. En dat komt dus omdat ik hier als render engine cycles heb aangezet en ook nog eens een keertje mijn grafische kaart heb actief gemaakt in de edit en de preferences. Meer daarover, kijk video 2. Kijk, en het verschil tussen uh, cycles en Eevee laat ik dan ook eventjes heel gauw uh, zien. Want hier zie je uh, dat we het bekijken in Eevee. En het is wel uh, sneller, maar je ziet hier dus nergens dit licht opgezet. Op het pak van de astronaut vallen. Kijk, het ziet er wel vet uit, maar het is niet realistisch. Maar niet gelijk Eevee afschrijven, want het is super snel en eigenlijk dus ook super handig. Kijk, en als ik op cycle zet, dan zie je dat het licht wel op de astronaut valt. Light bouncing noem je dat. Maar goed, daar gaan we het niet hebben over hebben. We gaan het hebben over selecteren en verplaatsen. Want hoe krijg je deze astronaut op de komeet? Nou, eerst maar eens eventjes bekijken in solid view, want dan kun je het ook even goed zien. Is maar eens even over selecteren. Als ik op links klik op een object druk, dan kan je selecteren. Haha, simpel genoeg. En wat je dan ook ziet is dat hij hier in de outliner ook actief wordt. Kijk, dan krijg je een blauwe balk erachter en dan kun je dus ook zien welk object is geselecteerd. Meer over de outliner in een andere video uiteraard, maar daarmee is het laatste woord over selecteren nog niet gezegd. Want je kan ook twee objecten selecteren. Dat doe je door erop te klikken en dan moet je shift ingedrukt houden en dan kan je dus twee objecten selecteren. Super, super handig. En om nog eventjes wat meer uh, te kunnen vertellen over dat selecteren, ga ik eventjes deze astronaut een paar keer vermenigvuldigen. En en dat is niet het onderdeel van deze video, maar het kan heel makkelijk met Shift D. Dus ik heb deze geselecteerd. Met Shift D zie je dat ik al meerdere astronauten heb en ze ook verplaatst. Maar daarover, het tweede deel van deze video. Ik heb hier heel rijtje astronauten en ik wil ze allemaal in één keer selecteren. Dat kan je dus met links klikken en Shift en zo doen, zoals ik net heb laten zien. En dan kan je ze dus bij elkaar selecteren. Maar het kan ook met de B. Van een box select. En als ik op de B druk, dan krijg ik hier uh, twee draden. En dan kan ik met linksklik en sleep deze astronauten zo selecteren. Dan heb ik ze allemaal in één keer geselecteerd. Super handig. Um, maar dat kan ook zonder B. Want ik kan ook in één keer zo linksklik en sleep doen. En dan zijn ze ook in één keer geselecteerd. Dat komt omdat ik hier in het T-menu. Weet je nog, het T-menu aan de linkerkant is het theme-menu en hierboven vind je een gereedschaptool en standaard staat die op select box. Nou, dat kunnen ook andere zijn, maar dat gaan we niet doen, want dan moet ik de verschillende versies gaan. Wordt allemaal ingewikkeld. Laat deze gewoon op select box staan en dan weet je dus dat ik met links klik en sleep, dus meerdere objecten kan selecteren of gewoon klik en ik hou shift ingedrukt en zijn ze ook geselecteerd. Nou, wat ook kan. Is selecteren met de C. En als ik op C druk, dan krijgt mijn muis een rondje. Kijk, die zit gewoon vast aan mijn muis en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar als ik aan mijn scrollwiel draai, dan zie je dat dit cirkeltje dus groter wordt. En dan met linksklik en sleep kan ik als het ware gewoon mijn selectie schilderen of zo. Je gaat er gewoon overheen met linksklik en sleep. Kun je op die manier ook selecteren. En wil je weer dat rondje, die selectiemodus van je muis weg, dan kun je dat doen door rechtsklikken en dan. Ben je uit cirkel select modus en dan zie je zien dat de boel ook geselecteerd is. Nou, nu is alles geselecteerd zoals je ziet. En trouwens behalve deze lamp en de camera. En dit is een 3D cursor. Daar komen we later wel op. We gaan het nu even alleen hebben over deze mesjes. Astronaut en de komeet. Hé, hey, ze zijn allemaal geselecteerd. En hoe kan ik ze nou in één keer weer deselecteren? Dat kan heel makkelijk met Alt A. Als ik op Alt A druk, dan zal je zien dat ze allemaal geselecteerd zijn. Zie je? Selecteren, deselecteren, selecteren. En je zag het mij net ook al doen. Je kan ook gewoon ernaast klikken en dan zijn ze ook niet meer geselecteerd. Maar soms is dat ernaast klikken een beetje onhandig, want dan selecteer je weer wat. Dus um, Alt-A is eigenlijk een makkelijke sneltoets voor alles weer deselecteren. En met Alt kun je vaker ook andere dingen in Blender ongedaan maken. Je kan ook alles in één keer selecteren door op A te drukken. Dus gewoon één keer op A drukken en is alles geselecteerd. <coughs> of alles selecteren met Alt, deselecteren met Alt A. Nou, als je denkt, dat ging echt in een heel razend tempo. Hoe kan ik dat ooit onthouden? Um, download het blenderboek. Daar vind je alle sneltoetsen en handelingen en zo. En elke video heeft één pagina of misschien twee. En dus met al die toetsen, zoals je weet. En uh, leg dat naast je toetsenbord. En dan kun je, als jij de doelopdracht doet, dat gewoon kijken, zonder dat je dan weer deze video moet terugkijken. Goed, dat is over selecteren. Maar er is ook zoiets als een actief object. Dan heeft iets te maken met shift-links klikken. Ik laat het je zien. Als ik hier alles selecteer, dan zul je zien dat ze allemaal een randje krijgen. Het ene randje is wat meer rooier, en het andere randje is wat meer geler. Want dit object heeft een wat meer gele randje, en alle andere objecten een wat meer roder randje. En dat zie je hier ook. Je hebt hier astronaut 001. En trouwens, als je dingen in Blender dupliceert, dan krijgen ze een getal erachter. Punt 002, 003, 004. Want uh, in Blender kunnen twee dingen niet dezelfde naam krijgen. Nou, dat kan niet. Daar gaat alles in de war. Maar, anyways, je ziet dus dat deze astronaut een wat meer uh, geler. Uh, Tekst heeft en de andere wat meer rooier. Dat komt omdat deze astronaut opeens, nou niet opeens, het actieve object is geworden. Kijk, ze zijn allemaal geselecteerd, maar eentje is gewoon net even iets meer geselecteerd dan de ander. En waarom is dat zo uh, belangrijk? Nou, bijvoorbeeld, je wil allerlei eigenschappen van het ge actief geselecteerde object kopiëren naar andere objecten. En dat kan je dus doen in één keer. Dus uh, dat is heel handig. En het kan ook zo zijn bijvoorbeeld dat je al deze objecten om het actief object heen wil draaien. Nou, dat komt allemaal wel. Wat je het voor nu even moet weten, is dat je, ik heb nu de hele boel geselecteerd. Deze is dus het actief geselecteerde object object en die kan je ook wisselen heel makkelijk. Dus als ik op shift druk en dan links klik, kan ik dus een ander object kiezen als actief geselecteerd object. Dus dat is shift links klik. Dus met shift links klik kan ik een ander object kiezen wat dus net even iets meer geselecteerd is als de rest het actief geselecteerde object. All Door naar verplaatsen manier nummer 1. En we beginnen maar eens eventjes met de toetsen G en dan X, Y, Z. En dat heeft natuurlijk met de assen te maken. All right. Nou, ik ga even wat astronauten weghalen. Dus deze selecteer ik, die en die en die. En dan ga ik met X, kan je dan heel makkelijk objecten weghalen. Yes, delete. We gaan even kijken naar deze astronaut. Ik wil hem heel graag verplaatsen. En dat kun je doen door de G-toets in te drukken. En dan komt je astronaut vast te zitten aan je muis. Kijk, ik beweeg uh, mijn muis. Maar ik druk op geen enkele knop. Hij zit als het ware vast aan mijn muis. En dan kun je twee dingen doen. Je kan namelijk links klikken, en dan bevestig ik de nieuwe positie. Of ik uh, kan hem gewoon weer pakken. Dus nogmaals met g. En ik denk, oh nee, hey, ik wou hem eigenlijk helemaal niet weg hebben. Dan kan je dit dus ongedaan maken met rechtsklikken. Dus met g kan je hem pakken, met linksklikken bevestigen en met rechtsklikken kan je dat ongedaan maken. Maar we leven in een 3D-wereld en je hebt ook zoiets als drie assen. En die assen, daar moeten we het heel even over hebben. Je hebt namelijk een z-as die gaat altijd omhoog. En in dit geval, even kijken, gaat de x-as een beetje deze kant op. En we hebben ook nog een. I-as en die gaat de andere kant op. En dat kun je ook hier zien in deze widget. Je hebt dus drie assen waar de wereld uit bestaat. Nou, en die astronaut kan je dus ook verplaatsen over één bepaalde as. En dat is eigenlijk heel makkelijk, want dat doe je gewoon met G. En dan doe je er bijvoorbeeld een X erbij. En als ik deze astronaut dus heb geselecteerd, ik doe GX. Dan zie je zien dat hij alleen over de X-as verplaatst. Het kan ook met GI. Dan kan hij alleen over de I-as verplaatsen. En de GZ, dan kan hij alleen over de g- de z-as verplaatsen. Maar je kan ook nog dat doen op een uh, andere manier. Want stel je voor, je wil hem niet naar boven of naar beneden kunnen verplaatsen. Maar wel over een horizontaal vlak. Oftewel de x- en de y-as vrij en de z-as blokkeren. Dat kan ook. Dan ga je g en dan doe je shift z. Je selecteert de astronaut en ik pak dan G en dan Shift Z. En dan kan hij dus niet omhoog en omlaag, maar kan hij alleen maar vrij bewegen over de G, eh, de X-as en de Y-as. Dat doe je dus met Shift erbij. En dat kan ook bijvoorbeeld zo. Bijvoorbeeld G, uh, G Shift I of zo. En dan kan hij dus niet over de Y-as, maar wel over de andere. Moet ik wel snel genoeg zijn, want anders pak je dat niet. Maar ja, G, Shift I. G, shift i. hè, moeilijk. Zie je? Je kan die wel over de z-as en over de x-as, maar niet over de i-as. Nou ja, dat is dus gewoon met de toetsen. Maar er is natuurlijk nog een tweede manier. En dat heeft alles te maken met widget. Zo heet dat in Blender. De widget. En de verplaatswidget. Die vind je in je T-menu. Je wel, kun je aan uitzetten. En dan heb je je T-menu aan de linkerkant van de 3D viewport. En aan deze kant vind je dus een aantal widgets. Dit is de 3D-cursor. Daar komen we in een volgende video op terug. Maar hier vind je de verplaatswidget. Hier de draaiwidget, schaalwidget en allemaal. Maar die komt in de komende video's ga ik daarover hebben. Nu eerst maar eens even over die. Move verplaats widget. En als ik die aanzet en ik heb dan een uh, selecteer mijn astronaut, dan zul je zien dat die assen opeens hier zichtbaar worden. Ik vind het gewoon zo leuk om te tekenen. Hè? Dus de z-as, de I-as en hier de X-as, zie je daar gelijk in terug. Ha. Heel handig. En um, ja, dus hoef je niet op de toets G te drukken om de boel te verplaatsen. Maar dan kun je het dus gelijk met links klik en sleep op een pijl uh, al verplaatsen. Je kan hem daarnaast klikken en dan kun je hem dus um, vrij verplaatsen. Ja, daarnaast, in die zin, niet daarnaast. Maar als je hier in het midden klikt, dan kan je hem dus vrij verplaatsen over alle assen. Hier kan je hem verplaatsen over de Z-as. En zo over de I-as. En zo over de X-as. Andersom. Dit was x en groen is y. Maar er is nog meer. Want net hadden we met shift dat we twee vrije assen hadden en één geblokkeerde as. En dat kan ook. Je kan ook hier uh, op het vierkantje klikken en dan zie je zien dat je de y-as hebt geblokkeerd en hier heb ik de x-as geblokkeerd en als ik een beetje van boven kijk heb ik op die manier de z-as geblokkeerd door op die vierkantjes te klikken en dat zijn natuurlijk ook drie want je hebt drie assen. Nou dat is dus zo'n beetje de verplaats widget en je mag zelf weten wat je fijn vindt. Wil je de g gebruiken of ga je voor die verplaats widget? Maar mij niet uit. En jij gaat gewoon lekker je eigen workflow ontdekken in Blender. En dat is wel het grappige, want... Eén ding kan je inblenden wel op drie, vier, vijf verschillende manieren doen. En ja, uh, soms is dat een beetje overwhelming. Al die manieren, en je hoeft ze ook niet allemaal te weten, je komt er vanzelf wel achter. En als je lang genoeg achterblenden zit, dan ontwikkel je gewoon je eigen workflow, wat je maar handig vindt. En dat is dus verplaatsen met behulp van manier 2, de verplaatsen widget. En waar we het over gaat moet hebben is, ja, wanneer staat hij nou op de goede plek? We hebben het over verplaatsen gehad, maar in 3D-wereld is een tricky ding. Want onze ogen zien 3D 360 graden om ons heen, want we hebben er twee, maar een beeldscherm is. Maar plat en dat is verraderlijk. Dus wanneer weet je of het op de goede plek staat, dat weet je pas als je het van drie kanten hebt. Bekeken En dat ga ik je nu even laten zien. En jij gaat dat straks doen in de doelopdracht. Zet de astronaut op de komeet. En die kun je dus downloaden van mijn site. All right. Nou, verplaatsen weten we dus. En ik ga het gewoon eens eventjes doen met niet die widget, maar met de G. Ik vind het gewoon toch iets fijner. Gewoon iets fijner. Hey, um, uh, hoeveel, ja, we kunnen hem wel ongeveer verplaatsen zo naar de komeet. Maar dan ben je heel lang bezig en je zit er 9 van de 10 keer volledig naast. Dus we moeten het van drie kanten bekijken. Van de bovenkant... Van de voorkant en van de achterkant. En als je nog weet van nummer video nummer 4. Navigeren in Blender. Weet je dat numpad 7. En dan kijk je de boel van de bovenkant. En ook eens een keer orthografisch. Dus niet in perspectief. Weet je wel, dit is perspectief en dit is orthografisch. Kijk vooral video 4 terug. We hebben Meer erover. Ik selecteer de astronaut. En ik pak G. En ik zet hem op de. Eet zo met zijn voetjes zo een beetje hier en denk je dat hij er nu op zit? Nee, helemaal niet. Kijk, van boven lijkt het alsof hij erop zit, maar als je van de voorkant bekijkt, dus helemaal niet. Dus ik moet ook nog eventjes naar numpad 1 en dat is front view. Aan orthographic. En dan eh, zie je dus dat hij er niet op zit. En dan pak ik hem met g en doe ik hem met z een klein beetje naar beneden. Nou, Oké, okay, wil even netjes doen. G, z. Zo, met z. Dan zit ik dus in die z als Want ik heb van boven gekeken dat die goed is. Dus dan lock ik die z als als het ware. En in nummertje 1 front view kan ik hem dan zo op de comet zetten. Nou, en dan eh, gaan we ook nog eens eventjes voor de zekerheid naar numpad 3. En dan kijken we vanaf de zijkant. Staat hij zo goed? Nou, ik zet hem nog een klein beetje zo hierop. En hoppakee. Hij staat op de komeet. Nou, een klein beetje met je voetjes erin. Maar dat maakt niet uit. Zie je? Je moet dus met 7 even van boven bekijken. Numpad 1 van de voorkant, een numpad 3 van de zijkant, nummer 1, 3 en 7. Nou, dat ga ik niet elke video halen, want dat moet er wel zo'n beetje inzetten, net zoals zoomen en de wereld draaien zo met je scrollwiel. Punt is, zet de komeet, nee, zet de astronaut op de komeet door het van drie kanten te bekijken met de GXIZ of met die widget, wat jij maar fijn vindt. All right, op naar de volgende video, want kijk, ja, deze astronaut, die willen misschien nog een beetje draaien en dat doe je op deze manier op deze dat laat ik je zien in de volgende video. Maak iets.